Even kijken en dan doen we dus gewoon lekker zo. Ja, dit is hem. Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Vandaag zijn we weer in Rollercoaster Tycoon Classic. Klassiek. En het spel is klassiek, maar nu extra klassiek door deze versie. En vorige keer, ja, ik weet het. Oh, de Wonderland Express. Ik denk van ze gaan zeuren van... Ja, er zit geen pad naar de ingang voor die glijbaan en blablabla. Dat gebeurt dan altijd, hè. Dat gezeik onderin. Maar dat maakt niet uit. De Wonderland Express is altijd defect. Geef niet. En zelfs een frietkraampje kan kapot gaan. Maar wat we gaan doen in deze aflevering, ik zal het jullie vertellen. We gaan ons focussen niet op achtbanen, niet op track rides, niet op flat rides. We houden het gewoon wel bij achtbanen, maar we gaan naar de kinderachtbanen. We gaan kijken of we een klein beetje wat leuks kunnen maken met betrekking tot voor de jongeren. He, gewoon een familiebaan. Dus eigenlijk een beetje kinderbaan / familiebaan. En ik wil eigenlijk beginnen met iets wat ik zelf heb meegemaakt in Potspark. Daar ben ik heen geweest met Hessel. En de review zal nog online komen natuurlijk. Heb geduld, komt allemaal goed. Wij hebben toen in vliegtuigjes gezeten. En die vliegtuigjes die schommelen natuurlijk heen en weer. De achtbaan is niet heel erg hoog, een paar meter. Maar het is wel heel tof om zoiets te gaan maken. Het probleem wel bij Rollercoaster is dat hij wel redelijk snel snelheid verliest. Dus ik wil hem niet te laag maken. Maar hij moet wel gewoon leuk worden. Dus we gaan eens beginnen. Ik wil eens een beetje boven de grond beginnen. Dus stel je voor, we doen het station eens even twee blokjes hoog of één blokje hoog. Zo. En dan vertrek je dus eigenlijk al lekker hangend. Want het is natuurlijk een hangachtbaan zo. Ga je dus lekker boven de grond. En gaan we hier richting de optakeling. Maar wat ik al zei, hij hoeft niet heel hoog te worden. Het wordt echt een kinderbaantje. Maar ik ben altijd bang dat hij heel snel snelheid verliest. En je wil natuurlijk wel dat hij schommelt in die bochten. En zodra hij dus geen snelheid heeft, ben je een beetje de sjaak. Dus je moet eigenlijk ervoor zorgen dat hij genoeg snelheid hebt. En jammer dat je hem niet geleidelijk schuin naar beneden kan laten gaan. Want hij blijft Rollercoaster Tycoon. Dus je kan eigenlijk alleen maar met stukjes werken. Stukje naar beneden, bochtje, stukje naar beneden, stukje naar boven. Het kan nooit geleidelijk naar beneden, dat weten we inmiddels wel. We gaan eens even kijken of we hier even een grote bocht kunnen maken. En stel je voor dat we hem nou eens eronder door laten gaan. Dat is ook wel weer leuk. Zo. En hij hoeft niet altijd heel erg... hoe zeg je dat? Compact te zijn. Ik denk juist bij zo'n achtbaan als dit... dat het heel goed is om gewoon een klein beetje breder te gaan bouwen. Zo. Dus we gaan hier eens even een bochtje maken. En wie weet gaat hij hier dan weer wat, wat schuinen, zeg maar. Weer naar beneden. En ik weet niet of dit de mooiste layout is. En ik weet ook niet of dit allemaal gaat passen. Oh, dit gaat nog passen ook. Wauw. Oké. Dit wordt in één keer een stuk compacter, maar wel echt heel leuk. En dan gaan we kijken of we eigenlijk een beetje naar het einde kunnen gaan. Dus je zou eigenlijk zo moeten schommelen. Schuin. Oh, dit gaat hem niet worden, hè. Dit gaat hem niet worden. Ik zie het al. Nee. Ja, dan wordt het een kleine station. Kunnen we doen. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel treinen hierop kunnen, maar als we nou eens even het schuin maken zo... dan is dit wel heel schattig. Dit is oprecht heel schattig. Gewoon een ingang en een uitgang. En hoeveel treintjes kunnen hierop? Ik gok 3 of 4. 1! Eén wagentje? Dit meen je niet. Is dit zo krap dat er maar 1 wagentje op kan? Ja, dat wil ik natuurlijk niet doen. We kunnen wel gaan testen. Want ik wil wel weten hoe hard hij gaat. De libellenachtbaan. Het is dan geen helikoptertje, maar het lijkt een beetje door die libellenvleugeltjes op een soort van helikoptervleugel. Een vliegtuigje. Ik heb het over helikopters. Vliegtuigje moet het zijn natuurlijk. Oké. Mijn volgende treintje. Gaan met 8 kilometer... Oh, kijk eens. Dat is nog best wel een vaartje. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik die kettinglift van 6 naar 8 kilometer per uur... Nou ja, het is maar 2 kilometer, maar toch. Verschil moet er zijn. En met een redelijke vaart van tussen de 20 en de 30 momenteel... is hij dus lekker bezig. En kijk hem schommelen. Heel leuk, heel leuk. Gaat hij het einde halen? Want ja, ik denk dat hij wel snelheid gaat verliezen, maar... het is wel heel cool. Ik vind het heel leuk. Ik zou je misschien 2 treinen is wel een must. Dus wat we ook kunnen doen, en dat is misschien wel gewoon handig. Even sluiten. Dan selecteren we even de achtbaan. Kan dat? Dat kan zeker. We slopen even een gedeelte tot de ketting, zo. En dan zeggen wij gewoon, joh, weet je wat te doen? We trekken deze gewoon nog eentje door. Dan gaan we hier een bochtje maken. En vervolgens een kettinglift richting de optakeling. Zo. Oké, nu zijn er 2 treintjes. Ik denk dat dit gewoon prima is. Ik ga hem even laten testen en ondertussen kunnen we ook nog de kleur aanpassen. Want ja, zo'n baan als dit is natuurlijk super lelijk, dat zwart. Laten we iets doen met wit.
En iets met donkerrood. Nou, ja, ik weet het niet. Zoiets misschien. Dat is wel leuk. Dus dit is eigenlijk een libelle. Maar we doen het dan als een vliegtuig bestempelen. Dat is leuk. Nou, naast deze soort van kinderfamilieachtbaan wil ik eigenlijk toch wel een hele leuke familiebaan maken die wat harder gaat dan 30 km per uur. Nog geen idee, het is heel spontaan deze aflevering, heel spontaan wat ik ga bouwen. Maar ik had wel een beetje een idee in mijn hoofd. Gaan we eens kijken bij de achtbanen. Want we hebben natuurlijk verschillende kinderachtbaantjes. Je kan ook denken aan gewoon een duellerende ridderachtbaan. We kunnen bijvoorbeeld ook denken aan een waterachtbaan, maar dat is misschien wel iets too much. We kunnen ook nog denken aan bijvoorbeeld gewoon de hangende draaiende achtbaan, maar hebben we weer een hangende achtbaan. Dat vind ik al iets minder. We kunnen denken aan een spiraalachtbaan. Vorige keer hebben we natuurlijk al de mini-achtbaan gebouwd. We hebben ook nog hier de wilde muisachtbaan, maar misschien iets van gewoon een stalen achtbaan. Even kijken, volgens mij zit die er wel bij. Zit serieuze junior coaster hier wel bij? Ja, hier. De junior achtbaan. Maar ja, het is een rups. Het is een rups. En dat is op zich wel niet erg, maar ja, goed. Daar moeten we wel een beetje hoog mee gaan. We kunnen niet zeggen van, na 4 meter of 4 blokjes hoog, het is klaar. Nee, natuurlijk niet. We gaan beginnen. We beginnen eigenlijk gewoon laag bij de grond. En dan ondertussen kijk ik even naar de statistieken van deze libellenbaan. En die is natuurlijk laag, laag en heel erg laag. De misselijkheidsscore hoeft ook niet hoog te zijn. Maximale snelheid van 2... Jongens, koop je paraplu, het regent weer! 32 km per uur. Gemiddelde snelheid 16. Een ritduur van precies 1 minuut ook. Precies 1 minuut. En ja goed, de ritlengte is 386 meter lang. Ik weet niet hoeveel deze achtbaan zou kosten, maar het is wel prima om dit gewoon in een pretparkje te hebben, toch? Beetje met boompjes erbij. Beetje aankleding en dan is dat hartstikke mooi. Toi, toi, toi. We gaan beginnen met de junior coaster. Een rupsbaan. En wat kunnen we verwachten van een rupsbaan? Laten we zeggen dat we gelijk naar boven gaan. En met een grote bocht gelijk met banden worden wij omhoog opgetakeld. Zo. En misschien wel op deze manier. Nou, ik vind dit denk ik wel een hele prima hoogte. Toch? En uiteraard wil je eigenlijk officieel dat die twee rondjes gaat. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Hier zo wanneer die vertrekt. Dus we gaan eens even kijken hoe we dat gaan doen. Misschien zoiets als dit. Grote bocht. En dan misschien richting de bandenoptakeling. Zo. Ik weet niet hoe hoog die dan moet. Ik wil hem sowieso 10. Dus of nou 9 is ook prima. Ja. Dan gaan we naar beneden. En natuurlijk kunnen we hem niet steiler dan dit laten gaan. En dat moet ook helemaal niet, want we willen niet kinderen in hun broek laten poepen. Maar het moet gewoon heel leuk zijn. Oké, laten we hier een bocht maken. En die spiraal mag ook wel omlaag groot gaan. Tuurlijk mag dat. Er moet wel een klein beetje vaart in. En die kinderen moeten het ook leuk vinden. Dan gaan we naar de andere kant schuin. Zo, dan zeggen we van, ik vind het zo leuk. En dat schuim bouwen, dat vind ik, nou ja, een van de leukste dingen in de game, zeg maar. Gewoon dat schuim bouwen, dat maakt het gewoon wat gevarieerder of zo, ik weet niet. En ja, het is soms wel lastig te zien om de baan goed te zien, zeg maar. Qua hoek, qua hoe het zit, maar het komt altijd wel goed. Een spiraal omlaag, gaat dat? Even kijken, waarom gaat dat niet? Omdat we deze bocht moeten eindigen. Nu gaat die wel. En ik ben ook wel fan van wat ik nu doe. Zeg maar die spiraaltjes, dat vind ik, ja, dat vind ik wel wat hebben. Dan gaat hij naar boven, naar onder, naar boven. En haalt hij dit? Nee, je staat in de weg. Wat zonde weer, hè, zonde. En als ik het nou zo doe, dan gaat hij hem zeker halen. Gaat hij onder de baan door. En hier heeft hij wat moeite. Maar ik vind het wel leuk dat hij als een soort rups nu wel de baan voltooit. Dus dat moeten we sowieso doen. Hier gaat hij weer in een bocht. We kunnen naar de rechtse kant. Maar ja, je weet dat hij nu eigenlijk niet heel veel snelheid heeft. Dus ik wil er ook niet te veel aan tillen. Hier gaat hij in een bocht. Dan moeten we eigenlijk een beetje richting het einde gaan. Want anders wordt het te lang. En ik heb ook het gevoel dat deze baan geen snelheid meer heeft op het moment dat ik nu bezig ben. Dus even kijken als ik nou dit zo afmaak. Oh, dit is wel geweldig. Dit is misschien wel heel leuk. Naar beneden. Naar boven. Naar beneden. En dan, oh. Ja, nee, jullie snappen wat ik bedoel. Hij moet een beetje rupsachtig worden. Jullie snappen het. Even kijken hoor. Beneden. Misschien moet hij gewoon één keer naar boven. Één keer naar beneden. En dan schuimbochtje. Oeh, dit is lastig. Ja, jullie weten wat ik wil doen. Ik wil hem nu schuin zo terug het station in laten gaan. Maar dat wordt hem echt niet. Komt natuurlijk omdat die baan hier ook een beetje in de weg zit. Maar als ik nou eens
dit zo schuin maken met een kromming. Even kijken hoor. Dus de kromming links, dat doet hij niet. En nu moet dan rechts worden. Ook moeite. Hij heeft moeite erbij. Pot Jandori. Waarom die moeite? Laat mij die... Ik weet hem. Ik weet hem. Niet. Nu gewoon naar beneden. En dan gewoon... Hier kan hij onderdoor. Oh, dat is prima. Nou, dan het enige wat we moeten doen is eigenlijk nu een rechts. Dus nu even laten gaan zo. Alleen ik weet niet of dit een knik is. Ik moet eerst zien hoe hard deze baan gaat. En dan pas zie ik van of het een knik is. Het wordt sowieso een lang treintje. 1 treintje, 2 laps. Gaan we hier kijken. Natuurlijk snel opgetakeld worden. We gaan dan hier naar continuous mode. Nee, 2 rietjes. Kunnen we geen... Wacht even. Wacht heel even. Kan ik hem nu? 2 ritjes? Ik dacht dat ik deze achtbaan gewoon 2 ritjes kon laten gaan. Heb ik het nu verkeerd? Boomstronk, panda treintje. Super schattig. Nee, ik dacht van als wij gewoon 1 trein selecteren... Dan kan die game ervoor zorgen dat wij gewoon kunnen zeggen van... Joh, 2 rondjes, klaar. Gewoon van de zaak. Nou ja, dan wordt het gewoon 1 treintje... Jammer, kunnen we eigenlijk ook 2 treintjes doen. We gaan hem even volgen. Zonde, want het hele begin is eigenlijk erop gebaseerd om een soort van 2 rondjes te laten gaan. Dan moet je het beginstuk maar even een soort van eraf rekenen. Daar gaat hij. Met 9 kilometer omhoog. De maximale snelheid voor de kettinglift. Wat zal hij halen? Nou, ik hoop eigenlijk harder dan die 30. En ik heb het gevoel dat hij misschien wat een 40, 45 gaat halen. Het zou mooi zijn. Daar gaat hij. En inderdaad... Hier verliest hij wel weer wat snelheid, omdat hij dan weer omhoog gaat, logisch. Nu zou er weer wat sneller bij moeten komen. En vooral bij dit gedeelte zou hij toch wel bijna de maximale snelheid moeten laten zien. 46 km per uur. Ik denk dat dit vermakelijk is. En vooral omdat je dit juist moet aankleden. Je moet dit goed aankleden. Dus hier in het midden maak je een vijvertje. En dan heel simpel dat je daar omheen gewoon een paar van die hele mooie hoge bomen plaatst. Dat het eigenlijk gewoon volop in een bos staat. Nou, natuurlijk kunnen we hier omheen dan een vijvertje maken. Dus stel je voor, we pakken even deze tool. Zo, ik doe het even snel. Hè. Eventjes heel snel. Zo, dan graven we dit uit. Zeg maar zo, hier wil ik het vijvertje hebben. Natuurlijk is dit een beetje raar zo. Maar ja, dan zou je zoiets kunnen maken met een fontein in de midden. Heb je toch een aankleding om dat middengedeelte op te vullen. Je zou nog met rotsen kunnen werken. Nou ja, rotsen heb je niet echt in dit spel. Wel een paar... in de set decoraties, maar dat valt best mee. Maar op zich wel een leuke baan. Ik denk dat dit wel weer gezellige familiebaantjes zijn. Alleen, ja, ik vind het altijd jammer dat die snelheid snel eruit gaat... als je dus zo'n kinderachtbaan maakt en vooral zo'n treintje. En of dat te maken heeft omdat de trein te lang is, ik weet het niet. Maar ik vind het wel echt heel tof om dit soort dingen te doen. Heb je nou een idee om een bepaalde soort achtbaan te maken? Of een track ride of een flat ride die we moeten aankleden? Laat het weten in de comments. En dan gaan we volgende keer gewoon weer een soort van klassiek bouwen in Rollercoaster Tycoon Klassiek. Ik zou zeggen, tot de volgende... Weer die melding. Is het frietkraampje 2 keer in een video kapot gegaan? Het is ongelooflijk. De frietjes zijn gebroken volgens mij. Nou ja, hebben we maar halve friet. Je moet het toch kouwen. Tot de volgende keer. Doeg, bedankt voor het kijken.